nieuwe Rijntje in het speelparadijs. Hier mag je alles, dus wees lekker eigenwijs. Hurk naar de grond en maak je mooiste tekening. Spring, je hebt het naar je zin. Stamp maar met je voeten, want zo kom je vooruit. En zwaai maar met je armen en zwaai je ouders uit. Want jij bent nu bij Rijntje in het speelparadijs. En je mag hier alles, ja echt alles. Dus wees een lekker eigenwijs. Hey Rijntje, kijk wie er zijn. Het zijn alle jongens en meisjes. En vandaag zijn ze hier gekomen omdat ik een verhaaltje ga voorlezen. En het verhaaltje is niet zomaar een verhaaltje. Het is een heel spannend verhaal. Het heet De koe die in een boom klom. Hé Rijntje, kan jij ook bomen beklimmen? Nou, wat leuk. Laten we snel gaan beginnen. Kay was een hele nieuwsgierige koe. En ze was altijd op ontdekkingstocht. Haar hoofd zat vol met wonderlijke gedachten. Maar haar zussen vonden het allemaal maar idioot. Als Kay over haar geweldige idee vertelde, zeiden ze: onmogelijk! Belachelijk! Onzin! Er was maar één ding wat ze interesseerde en dat was vers, sappig gras. Want daar houden koeien van, maar Kay niet. Op een dag, toen Kay op ontdekkingstocht was in het bos, besloot ze iets nieuws te gaan proberen. Ze klom in een boom, hoger en hoger. En helemaal bovenin kon ze haar ogen niet geloven. Kijk nou, wat ziet ze daar? Is dat een draakrijntje? Zie je dat? Kijk jongens en meisjes, wat een mooie groene draak is dat. Hij leek niet op een woeste draak, dat voorkwam in boeken. Nee, dat was een hele lieve, vriendelijke draak. En ook nog eens vegetariër. Vegetariërs, dat zijn mensen die alleen maar fruit en groente eten. De hele middag vertelden ze elkaar over de prachtige droom die ze hadden en de ongelofelijke verhalen. Kay kon niet wachten om het aan haar zussen te vertellen. Maar haar zussen waren niet onder de indruk. Draken bestaan niet en koeien die kunnen niet in bomen klimmen. Onmogelijk, belachelijk, onzin. En toen gingen ze naar bed. Maar de volgende ochtend, bij het ontbijt, was Kay nergens te bekennen, zie je dat? Kijk jongens en meisjes, alle drie de koetjes zitten aan tafel, maar één stoel blijft leeg. Waar is Kay gebleven? Weet jij het, Rijntje? Nou, laten we eens gaan kijken. Haar zussen vonden toen een briefje. Ben vliegen met de draak uit het bos, Kay. Nu was het genoeg. Die onzin van Kay, dat was echt te ver gegaan. De zussen besloten maar te gaan zoeken. Voor het eerst van hun leven verlieten ze het erf en ze kwamen terecht in een prachtig bos. Ze hadden nooit gedacht dat het er zo mooi zou zijn. Toen kwamen ze iets heel merkwaardigs tegen. Onmogelijk, zeiden ze. Maar de eerste koe begon te klimmen en daarna gingen ze, één voor één. De wereld achter de weilanden zag er zo mooi uit. Het was schitterend. Maar waar was Kay? Opeens keken de zussen naar boven en wat zagen ze toen? Het was onmogelijk, het was belachelijk, het was onzin. Maar het was waar. Kay vloog en toen vroeg ze of haar zussen wilden meedoen. En toen zeiden ze iets wat ze nog nooit eerder hadden gezegd. Natuurlijk, waarom niet? En met z'n allen vlogen ze in de lucht. Was dat een ontzettend leuk verhaaltje? Vond je ook niet, Rijntje? Vond je dit ook een leuk verhaaltje, jongens en meisjes? Laat dan even weten in de reactie. En wil je nog meer verhaaltjes horen of wil je zelf spelletjes spelen? Vraag dan aan je papa en mama of je lid wil worden van de Rijntje Club. En wie weet zien we jullie heel snel weer terug.
Dag allemaal. Welkom hier bij Rijntje in het speelparadijs. Hier mag je alles, dus wees lekker eigenwijs. Hurk naar de grond en maak je mooiste tekening. Spring, je hebt het naar je zin. Stamp maar met je voeten, want zo kom je vooruit. En zwaai maar met je armen en zwaai je ouders uit. Want jij bent nu bij Rijntje in het speelparadijs. En je mag hier alles. Ja, echt alles. Dus wees een lekker eigenwijs.